chocola eten. Waar smaakt het naar? Neem niet gelijk een grote hap. Het is voor Pasen dit. Pasen. Wij gaan 50 paaseieren eten. Wij gaan 50 paaseieren. Het is inmiddels oktober. 1 euro paasei vergelijken met een 10.000 euro paasei. Met een featuring van Mr. Beast. Welkom bij de makkers. Wij hebben geen plafond. Shout-out naar de bankzitters. Hadden wij maar een bank om op te zitten. Chocola! Kijk wat ik kan, hè. Oh! Hoi! We gaan dus 50 paaseieren. 50 paaseieren! Je gaat 50 verschillende chocoladesoorten proberen. Zo moeilijk is het niet. Maar, jullie moeten raden wat het dit is allemaal dezelfde smaak. Ja. Chocolasmaak. Ja, thanks. Nou, ik heb geen idee wat het is. Nee, wit crème zit erin. Mint. Nee, mint is sterker. Tandpasta. Nee. Nee, het is geen tandpasta. Productie weet niet meer wat het is. Ja, even halfie, Pascal. Hier, Pascal. Hier, wil je proeven? Ja. Oh, dit is echt heel duidelijk als je weet wat het is. Dit is echt heel duidelijk. Kokos? Nee. Wat had ik over nek gegaan? Het is? Snoepbanaantje. Oh ja. Proef je hem? Nee. Ja, merk ik nu wel. Ja. Het snoep is ook. Oké. Okay. Volgende. Nou, volgende paasei. Goh, wat zal hieronder zitten? Wat? Een paasei! Kijk wat ik kan, jongens. Zit hier cyanide in? Zit hier. Wat is dat? Cyanide is een soort chemisch spul. Dat als je dat inneemt, dan sterf je. Genocide. Nee, cyanide. Genocide is volgemoord. Dit smaakt naar vanillebanaantje. Wat een van de binnenkant zit van zo'n kinderspiesijtje, ja. Dit smaakt naar zo'n schatkistjesijsje. Dat is cookie dough. Oh ja. Oh ja, nu dat je het zegt. Jer, dit kan je jong leren. Oh! Oh. Oh. Dankjewel, Jer. Niet een poepie. Ik moest lachen. Niet een poepie. Zo, hij ruikt wel. Oh my god, Link! Hij heeft daar gepoept. Ja. Gewoon gepoept. Oh! Dit is van zo'n snoepje. Persik snoepjes. Persik snoepjes. Was het persik? Dit is bubble tea, passievrucht, melk. Ja, nee, dat is gewoon persik. Man, helemaal goed. Persik. Wow. Hey, goed gedaan. Goed gedaan. Jij vindt het niet lekker. Gadverdamme. Wat de fuck was dat? Smaakt naar iets wat mijn oma heel lekker zou vinden. Ja. Dit is echt typische soort van bonbonachtige vulling. Ja. Smaakt naar generatiekloof. Ja, tuurlijk vind jij hem lekker. Stik erin. Smaakt naar Tweede Wereldoorlog, weet ik veel. Het is sinaasappel. Oh, dat haat ik maar zo dan in chocola is dat zo in kut. In chocola is echt ja. Ik heb nu echt een hele vieze smaak in mijn mond. Oh nee, help! We moeten gereinigd worden. En dat gaan we doen hiermee. Ja, kan je blauw. Tering. Ja, sorry. Dit zijn mijn favorieten. Oh. Wat de fuck zeg je? Wat? Ja, alle. Oh, aardbei. Aardbei, I guess. Gaffer. Dat vind jij dan weer lekker, hè? Ja, dat is goed. Ja, dit is... Wat ben je aan het doen? Ik zoek thee. Mensen, bij de productie mag ik even handen zien of jullie opletten. Refereren van het plafond. Even. Oh ja, we hebben geen plafond. Kijk je dit nou? Leuk dat je er bent. Wil je een plafond sponsoren aan ons? Zou leuk zijn. Ah, nee. Sortering. Ik gooi het hem precies tegen de paal. Willen jullie weten wat het is? Aardbei. Aardbei. Framboos cheesecake. Je lult. Fuck nee, off. Kennen jullie die man die naar dat ijs schreeuwt? Ja. Was het niet? Jij niet miauw! Miauw! Smaakt naar kont. Ja, dit is ook absoluut goor. Goor. Iets van alcohol of zo? Beetje rum. Likeur. Dat is kers. Ja, zie je wel. Kers. Je zei het nog. Goed gedaan, Jen. Yeah. Hey, maar we hadden hem al ingelokt, kijk maar. Stond er al. Dit is gewoon puur. Nee, het is gewoon puur. En maar even, hè? Even de details, hè? Kan ook dark chocolate zijn. Nee, dit is gewoon extra puur. Nee, extra puur. Ja. Maar hij heeft een vlek, trouwens. Nee, hij heeft ook een vlek. Ja, heb je hand ook. Smaakt naar teleurstelling. Ah, goor. Ik wil bijna weer zeggen banaan, maar dat is het niet. Mango of zo. Is het mango? Zo'n schatkistjesijsje. Flaflip. Flaflip. Hey, maar dat ken ik echt, want dat eet ik. Ja, ja. Punt. Lekker, ja. Van lichaam? Niet dat wat erin zit. Wat erin dit was hem toch? Ja. Nee. Het was schatkist. Daar pas open. Ja.
Zat er nog in. We willen weten wat het was. Birthday cake. Niet wat dat is. Wij gaan staken tegen deze video. Staken. 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 Ja, maar ik heb zo geen zin. Ja. Maar ik heb koffie. Ik heb koffie. Koffie. Mijn koffie is helemaal niet lekker. Heb je ook een thee van iemand? Koffie. Ja, zijn jullie al meegeholpen? Ja, koffie. Koffie. Ja, karamel. Koffie. Koffie. Dat is geen koffie. Dat is een koffiesmaak. Dat is niet een dat koffiesmaakje. Dat is goor. Dit is goor. Nee, is goor. Mango. Hij smaakt naar pijnstiller. Zo'n sinaasappelkeelsnoepje. Beetje paracetamol met sinaasappelsmaak. Ja. Wat zit je ons hier allemaal dronken te voeren? Nee. Hallo, bang zitten ze zuipen gewoon alle alcohol wat ze willen. Wij zitten hier met fucking paaseitjes en lopen al te klagen over fucking dronken worden. Wat kan wanneer Adje Katje? Volgende opname dag. Nee. Liga. Precies zoals die in de andere lichaam. Dat schatkistje. Nee, het lichaam. Dit is lichaam. Het is gewoon weer lichaam. Pony Games zou zeggen, dit is lichaam. IJsje Disco Dip. What the fuck is dat? Ja, gewoon een ijsko met Disco Dip. Proef er eens een. Ja, maar jullie hebben nog geen één goed bij. Nee, maar dan kan je toch wel beseffen dat het tering moeilijk is. Dus zo'n dat koekje. Kut, we noemen een koekje bij de koffie. Koffiekoekje. Nee, dan hebben we zo echt zo'n. Ja, gewoon koffiekoekje. Nou, wat was het? Het is koffie. Ja, koffie! Koffie! Ja, maar dan zat ik toch goed. Dat is godverdomme de eerste die ik heb. Ik weet niet oké, maar probeer het dus na 20. Nou, hier nog één. Komt die, hè? Ja, maar jij hebt gekeken. Nee, ik heb. Maar heb je al die dingen gezien? Alsof ik dat onthoud. Jezus, dat zijn ook echt nog heel veel. Nee, geef me ook een beetje cocktail. Iets met cocktail. Nee. Wel gewoon kokos. Is het gewoon kokos? Oh ja, kokos. Ja, kokos. Heel middel een beetje, maar. Ja. Wat heb jij als kistje? Schatkistjes. Oh, dit ruikt heel zoet. Oh, dit is chocola. Nee. Ja. Tering. Ik herken de smaak heel erg, maar ik weet. Milkshake. Banaan. Nee. Banaan. Moet ook geen banaansmaak. Yo, is iets banaan. Banaan. Nou? Peerijsje! Dat zeiden we. Ik denk peerijsje. Oké, kan je dat zo in de edit doen, zeg maar. Ik denk peerijsje. Dat zeiden we. Goed gedaan, man. Goed gedaan. Ik word echt misselijk. Jij mag. Wat zei je? Ik zei. Vond ik dat goed? Ik word hier misselijk van. Oh! 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 Nou, dit is mijn schatkistje. Dit is hem echt. Dit is het lichaam. Maar ze smaken allemaal hetzelfde! Nee! Dit zou moeten zijn pina colada. Oh. Hoe de fuck moet ik weten hoe dat smaakt als ik nooit dat drink? I don't drink the cocktails with extra kok. Maar hoezo smaakt pina colada exact hetzelfde als het tussenstukje van aardbei vanille? Van een ligaatje. Van de mens van jouw leven. Oh, top. Oh, dit is as. Hey, willen jullie wat drinken? Ja, doe mij maar even een cola zero. Pina colada? Cola zero. Oké. Okay. Rollen, het is een roll it. Van karamel. Zo'n rolsnoepje. Het is karamel. Ja, gewoon karamel. Oh, dit is nog heel goor. Oh, avocado. Avocado. Pascal zegt ook niks over het feit dat hij cola zero vraagt en ik kom terug met een mandarijn. Dit is gewoon puur. Wat? Je hebt nu gewoon puur neergelegd. Fijn dat ik het ook dan zeg. Ja, thanks! Ja. Nu hoef ik die hele kut-eieren niet meer te eten. Wat een drama is dit. Oeh, deze. Heel scherp. Is dat het, Hoe wou je nou dat citroenijsje, ja? Citroen. Citroen. Je wil iemand mijn mandarijn. Ja, hè? Ik moet echt Ik ben wel eens allergisch voor cacao. Maar gelukkig wel. Helemaal over mijn brein. We reviewen chocola! Ja, maar dit neutraliseert, hè, dit. Leukje. Gadverdamme. Koffie. Ja, dit is weer koffie. Dit is gewoon bokkenpootjes. What the fuck is een bokkenpootje? Zo smaakt het helemaal niet. Nee. Dit is gewoon wit. Wit. Ik vind dit echt mijn favoriete video tot nu toe. Dit is mijn favoriete paasvideo. Ja, wil je nou volgende week nog een paasvideo zien? Doe even een duimpje omhoog. Ja, echt, iedereen die dit kijkt is maagd. Dat is echt ongelooflijk. Dit is Dit mag jij proberen.
Ik weet niet wat het is. Citroen. Ah, dit is een smaak. Misschien puur citroen. Van... Was limoncello. Neutraliseren. Ja. Echt... Proef nou even. Nee, wacht nou! Proef nou! Toch? Een schapje. Gadverdamme. Dat is wel een schapje. Dit is cookies en cream. Ja! Wat een bakkie! Oh, we hebben een nieuw eitje. Oh ja. Wat is het? Voor. Oké, top. Nee, het is licht. Romig. Het is koffie. Het is cappuccino. Oh! Koffie! Ja, ik heb alleen de buitenkant. Ik commit er niet tot de hap en dan zeg ik van, ik heb eigenlijk een chocolade. Mooi nagaan, hè? De bankzitters gaan naar Las Vegas. En ze staan nu hier. Wij staan met hier zonder plafond. Met vijf paaseieren. Kratje, kratje, die zuipen zich helemaal lang voor, weet ik van. Die en chocolade. Dat wel bekeken! Ik heb geen idee meer. Bossenbol. Ja, maar welke smaak van de bossenbol? Het smaakt op een gegeven moment allemaal hetzelfde. Je kan niet tegen me zeggen dat iemand dit gewoon blind in zo'n dingetje doet. En van, oh ja. Wat gebeurt met die baby, joh? Ja, Link. Melkchocola. Ja. Dit vind ik wel controversieel. Pindakaas? Nee, Nutella. Toblerone. Met van die stukjes erin. Ja, alleen ze mogen waarschijnlijk de naam niet gebruiken. Ik ben met crispy van. Ja, dus moet je kijken. Vloeibaar. Het smaakt een beetje naar plastic. Ja. Een beetje naar koffie deze. Romig. Het is puddingbroodje. Ik vind het wel jammer dat we maar... Volgende. Het is koffie. Oké. Hier, neem het. Nou op! Wat deed jij? Nee, gooi er de hele ding in! Volgens mij. Waar zijn ze ook? Is het. Mia! Nu snap ik dat die man dat deed! Gewoon een bonbon ding. Het was gewoon bonbon. Latte macchiato. Koffie. Mars! Dat moet ik nou. Oké. Okay. Mars! Ja, dat is hetzelfde. Arbeid. Ja. Lievekoekje. Arbeid! Bubblegum! Dus gewoon vijf keer dezelfde smaak zit er gewoon in. Want nou, als ze inderdaad gewoon eigenlijk maar vier smaken hebben, maar ze noemen het anders. En dan zit je, oh ja, het is eigenlijk gewoon een trucje. Alle koffie is ook hetzelfde. Hé, hey, beter hè. Melk. Laat even weten over hoeveel dagen het paas is bij jou. Is het pindakaas, woe! Yeah, pindakaas! Nou ja, weet je wat het grappige was? Ronald zei pindakaas. Toen dacht ik, oh ja, pindakaas. Yeah. En toen dacht ik van nee. Maar iedereen is het er ook mee eens. Dat is het. Honing. Kut. Honing. Honing. Het was bij je shirt, Dondi. Ja. Hazelnoot. Ja. Oh, ja. Echt? Hey! Hey. Ja. Ik weet wat je bedoelt, ik weet niet. Ja. Marsepeingehalte. Ja. Ja, ja, marsepein. Ja, marsepein. Ja! 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 Eén goed! Ik smaak. Proeft exact hetzelfde als hazelnoot. Want je hebt geen idee. Hoe bedoel je? Waarom doen we dit dan nog? Waarom hebben we deze dan? Dat was de pistache. Oh, Don, jij hebt er geen, hier. Nee. Neem lekker zelf. Oh, hoe is dit zo zwaar? Huh? Zijn het alleen paaseieren? Ja, het is echt zwaar, ja. Beetje muntig. Gewoon smintje. Het is gewoon mint. Oh, nee! Oh. Twee! Hij zei smintje, geen mint. Wanneer komt Jeremy terug? Ik span. Gadverdamme. Is dit koffie? Goed. Ja, oké. Okay. Hoe kom je hier aan? Alle verschillende. Koffie. Yo, weet je wat de vieze challenge zou zijn? Dat als gewoon 50 mensen in dezelfde bak kotsen en dat je daar dan een muntje in gooit en dan als je dat muntje vindt, dan win je een mail. Maar het nadeel is, je bent wel aan het zoeken met 10 andere mensen.
Dus met 10 mensen in een kotsbad zwemmen. Ja. Waar 5 mannen in hebben gekotst. Ja. Oh, voor een miljoen ga je toch wel een kots lopen roeren? Oh, lekker. Dit is een koekje. Elke. Een koekjesmaak. Zo'n liefde kaas. Zo'n koek. Appelflap. Ah, ja. Nu had je het zegt. Nu had je het zegt. De heen lopen. Zo hard. Gaat goed. Heel romig. Nee. Ik weet niet. Weet je wat het is? Ik denk latte macchiato. Koffie. 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 Alright, als deze goed hebben, dan moeten jullie abonneren. Oh, dit is de vieze. Dit is pizza. Ik heb ook expres jullie deze laten pakken, omdat ik wist wat de laatste pizza is. Is dit pizza margarita? Nou, dames en heren. We hebben nog 50 te gaan. Laat weten in de comments of je deze zak wil winnen. Ja, laat je adressen achter in Pascal's Instagram comments en dan abonneer.